Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mobile Service Center Vriezenveen, DNNS Vroomshoop, Foto Konijnenberg en AS Paint. Waarom is de ene partij voor en de andere partij tegen? Of waarom komt een wethouder nu juist met dit voorstel? Het programma wordt via de lokale radio en televisie rechtstreeks uitgezonden vanuit de studio in Vroomshoop. En is ook te volgen via de Facebookpagina Delta Politiek, waarbij u direct kunt reageren en uw vragen kunt stellen. Ook kunt u tijdens de uitzending via het Twitter-account Delta Politiek uw vragen aan mijn gasten doorgeven. Politiek houdt de gemoederen bezig. Dat blijkt steeds weer. Dus kom maar op met uw vragen en laat weten hoe u erover denkt. En we zijn weer live, maar dat zult u ongetwijfeld gemerkt hebben, want we waren nog even in gesprek. In deze onderbreking kon u luisteren naar American Patrol, een opname van Glenn Miller met zijn big band, 70 jaar geleden opgenomen. En dat moet wel, want anders hebben we geen toestemming om muziek uit te zenden. Het moet of van een lokale amateurband zijn, dus ik roep bij deze de amateurbandjes op om een mp3-bestandje of een weefbestandje in te zenden. En anders moeten we het nog eventjes doen met 70 jaar oude muziek. Maar big band muziek heeft mijn voorkeur, dus wat dat betreft geen probleem. Aangeschoven zijn. En Gean, net op het moment, je zat in druk verkeer. Fijn dat je er bent. Gean Smelt, fractievoorzitter van de ChristenUnie. En Marcus Elsinga, de nieuwe fractievoorzitter van GBT. En beide nauw betrokken bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. Een prachtig... Mooi voorwoord. Mooie foto's en ziet er aan de buitenkant keurig uit en netjes uit. En gisteravond was de persconferentie en toen is het ook netjes ondertekend door de beide op dat moment nog fungerende fractievoorzitters. Jij blijft fractievoorzitter, je blijft in de raad. Mark Paters wordt wethouder en vandaar dat de nieuwe fractievoorzitter hier aan tafel zit. Een coalitie tussen GBT en ChristenUnie lag voor de gemeenteraadsverkiezingen niet direct voor de hand. En daar zeg ik denk ik niks bijzonders mee. Maar na de verkiezingen was het heel anders. En jullie zijn het, dat bleek gisteren ook, vrij snel eens geworden met elkaar. En er is zelfs... bijna niet onderhandeld, hoorde ik gisteravond de fractievoorzitter van GBT vertellen. Dat verbaast mij enigszins wel, want naar mijn mening waren er toch nog wel wat zaken die een nadere duiding nodig hadden. Maar ik ben er niet bij geweest, het is jullie akkoord en getiteld kernachtig en veranderend Twenterand. Er is echter door GBT en de ChristenUnie een aantal weken geleden al een deelakkoord naar buiten gebracht. En met jullie welnemen wil ik het eerst nog eventjes hebben over dat deelakkoord. En daarna gaan we het hebben over het coalitieakkoord, waar overigens de zaken die jullie in het deelakkoord gemeld hebben ook zijn opgenomen. Dus bij deze is het deelakkoord eigenlijk vervallen en hoort nu thuis in het coalitieakkoord. Maar ik wil er toch iets over zeggen. Vragen. Zeggen, dat is hier niet aan de orde. Ik stel de vragen. Gerjan, heb jij na of voorafgaand aan het persbericht over het besluit dat de stamper nu toch weer de locatie werd van het nieuwe overdekte zwembad nog contact gehad met je partijgenoot en ex-wethouder Bert Oudendijk? Je weet waar ik waarschijnlijk op doel. Hij is opgestapt omdat zijn voorstel om het zwembad bij de stamper te lokaliseren om politieke redenen van tafel is gehaald.
een beetje wrang, of vergis ik me daarin? Die vraag moet je best stellen. Jawel, maar ik kan me voorstellen dat jij als fractievoorzitter en partijgenoot misschien een telefoontje hebt gegeven. Of... Nou, tijdens de onderhandelingen leek het mij niet verstandig om met hem daarover te spreken. Ik heb hem wel, voordat het deelakkoord naar buiten kwam, bericht dat wij het met GBT eens zijn geworden over de locatie waar hij zelf zo hard aan gewerkt had. En daar stemde hem zeer tevreden uiteraard. Maar zijn gevoel... Tevreden dat je belde? Maar ook dat wij tot deze overeenkomst konden komen. Okay. En dat bevestigde hem natuurlijk in het feit dat hij met het juiste beleid op dat onderdeel bezig was geweest en aan de juiste touwtjes getrokken had. Dat neemt niet weg dat we eerst geprobeerd hebben om met de GBT tot overeenstemming te komen. Waar kunnen we terechtkomen als het gaat om een invulling van het vraagstuk zwembad. En hebben we geheel losgedaan van datgene wat hij ooit voorbereid had. Dus in die zin, ik heb hem wel geïnformeerd, maar ik heb hem niet gevraagd tijdens de onderhandeling wat hij daarvan vond. Nee, maar ik vind het netjes en ik ben blij dat je hem even daarin meegenomen hebt. Dat anders, goed, het viel hem zwaar dat hij moest opstappen. Ja. Jij was zelf ook enthousiast over hem, de ondernemer als wethouder. En is het dat allemaal achteraf dan waard geweest? Ik was het ook eens en ook heel tevreden over het voorstel en ook over de financiering van het voorstel. Maar op dat moment zaten we in een coalitie waarin de belangen ook anders lagen. En waarin de politieke belangen en met name de duiding daarvan ook totaal anders lagen. En ik heb altijd gezegd, omwille van de coalitie is de ChristenUnie bereid een second best te omarmen, mits het zou passen binnen de kaders. Nou, we weten niet wat die kaders hadden bewerkstelligd nu de aanbesteding stopt. He, dus dat zullen we niet weten. Daar kunnen we achteraf misschien wel eens een keer op inzoomen. Maar de second best betekent ook dat we bereid konden zijn om met GBT te spreken over wat wel de belangrijkste oplossing was. En daar hebben we elkaar gevonden op financiële gronden. En dat was toen ook het uitgangspunt. Dus daar kon ik makkelijk in terugvallen in de onderhandelingen. En er was dus ook geen moeite. He, ik was wel blij dat het GBT met ons bereid was om daar ook een stap in te zetten. Dat was voor mij vooraf ongewis. Nee, maar dat begrijp ik ook. Dit was, daar vertel ik ook niet nieuws over. Dit was een onderwerp wat natuurlijk wel speelde heel duidelijk tussen deze twee partijen. Dat moest van tafel en dat werd ook door de informateur heel duidelijk ook in zijn advies benoemd. Zeker. Ga eerst daarover met elkaar in gesprek, want dan kan je het met over alles eens zijn. Maar als dit dan nog niet lukt, dan... We hebben trouw gedaan, we hebben dat ook, ook heel bewust gedaan, ook heel zorgvuldig gedaan. Maar daar moet Marcus maar op aanvullen, dat we dat traject ook ambtelijk goed hebben laten doorlichten om tot een verantwoorde keuze te komen. Er was geen appeltje uit op voorhand, voor beide niet. Nee. Gisteren of eergisteren las ik in de krant dat de onderzoeken over het zwembad €800.000 zou hebben gekost. Ik weet niet of dat... Ja. Of dat klopt, maar het is wel een gigantisch bedrag. Mark Paters, de huidige fractievoorzitter en beoogd wethouder, bleef in dat artikel politiek heel correct. Hij zei, ik kan niet inschatten wat nu nuttig is geweest of wat niet. Maar het is natuurlijk zo, Gerjan, dat jouw partij... daar wel bij betrokken is geweest voor een groot gedeelte. Er werd gesproken over 10 tot 12 jaar. En van die periode ben je eigenlijk maar 2 jaar niet binnen de coalitie geweest. En 10 jaar wel. Ja. Dus jullie zijn mede verantwoordelijk voor de 800.000 onderzoekskosten. Nou kan je niet zonder onderzoeken dit soort... projecten. Mm-hmm. Maar dit is wel heel veel geld. Ja, de raad moet uiteindelijk een beslissing nemen. Ik geloof dat wij in de afgelopen periode 1 keer heel duidelijk hebben gezegd dat het ons dat schande is en dat het een bloody shame is, heb ik toen gezegd. Ja, ja. En dat meen ik ook oprecht. Dat had ook hiermee te maken. Maar uiteindelijk, een democratie bestaat uit meerderheden. En doordat die meerderheden en die uitvoering ook telkens niet kwamen en er weer nieuwe politieke veranderingen in het landschap kwamen en opnieuw weer onderzoeken om feiten onderbouwen, is het een stapeling. Ik heb overigens de opeenstapeling van de facturen niet gezien, dus ik weet het ook niet. Maar voor het gemak trekken we er dan maar 2 jaar van af, waar wij als controlerend orgaan, ook als fractie,
van zeggen, nou laten we nu een verstandig besluit nemen en dat ook nu doen om te voorkomen dat er ook nu weer kosten gemaakt worden om dingen te onderbouwen. Ja. En dat hebben we met ons volle bewustzijn samen met GBT ook gedaan. Dus we zijn ons goed bewust van het feit dat dit heel veel geld heeft gekost. Ja. Ja, okay. Jammer, echt jammer. Ja. Ja. Dat is ook eigenlijk wat we, daar begonnen we mee, daar waren we eigenlijk meteen over eens, we gaan geen onderzoeken meer doen. Je kunt wel een quickscan doen of een referentieonderzoek, maar dat is ook gebeurd. Nee, maar dat ik kost denk geen geld. Dat er onderzoek genoeg ligt. Ja. De cijfers, als je de rapporten, de drie rapporten bekijkt, dan zie je wel eens gewoon een rode draad. Ja. Ja. Dus in die zin heb je wel zekerheid welke het meest voordelig is. Een opvallende wending is ook dat de zandstuven, Aquapark de Zandstuven, nu niet meer geprivatiseerd wordt, terwijl dat eerder wel de bedoeling was. En dat er nog wel een exploitant, een commerciële derde partij gezocht wordt voor het nieuwe overdekte zwembad, inclusief de sporthal. Mm-hmm. Als ik het rekensommetje erop loslaat, dan hebben we ooit in de raad is er afgesproken 645.000 voor zwemmen. Als je daar dan de zandstuven van aftrekt, want dat blijft onder de exploitatie van de gemeente vallen, dan blijft daar 365.000 euro over. Mm-hmm. En daarbij zou dan komen het bedrag wat de gemeente kwijt is aan de sporthal, de stamper. Is dat ongeveer ook jullie rekensommetje of gaan jullie totaal anders hiermee om? Nou, misschien moet Marcus dat maar aanvullen, want als ben ik consument worden, vind ik vervelend. Misschien moet jij als eerste maar reageren. Zijn wethouder, die mag dat straks allemaal dicht rekenen. Dus, hebben ze een mooie klus. Maar ik vind het wel plezier dat Marcus daar als eerste op reageert. Over de zandstuven. Er bestaat in Vroomshoven omstreken de angst dat de zandstuven straks het haasje gaat worden als het niet lukt met het nieuwe zwembad. En de mensen zijn natuurlijk ook niet dom. Ze vragen ook naar en ze weten op een gegeven moment ook dat wanneer de een en ander moet opgeknapt worden. Of in ieder geval een likkie verf en zo nodig is en opgebreid moet worden. Dus dan zijn wij straks, dan heb je een nieuw bad en dan hebben wij een oud zandstuven. Hier moet ook gewoon wat gebeuren. Dat is natuurlijk gewoon 35 jaar helemaal niets gebeurd. En we hebben gezegd, we willen, als we toch met z'n allen vinden, de zandstuven. Hè, want de raad heeft uiteindelijk ook één ding unaniem besloten. Er moet een overdekbad blijven voor het Twenterland en een openluchtbad. Ja. Nog niet over of het geprivatiseerd moet worden. Daar staat al los van. Dat is allemaal invulling. Nou, toen hebben wij gezegd van eigenlijk moet dat bad, dit is een mogelijkheid. Hè. Voor mij hebben we gezegd, we willen het woord zwembad de komende 20 jaar straks niet weer horen. Want het is niet goed voor de eenheid in Twenterand. Dus laten we nu ook meteen goed oppakken. En toen kwam ook dat er bij de Groene Jager in Den Ham bijvoorbeeld nog losse eindjes waren van overgang, privatisering toen. En toen hebben we gezegd, nou laten we dat dan ook meteen dan oplossen. Dan is het ook gewoon allemaal in één keer klaar. Zo is het eigenlijk gegaan en wel met in het achterhoofd van ja straks, hè, we hebben nog gekeken eerst naar die renovatie van de stamper, of dat nog mogelijk was. Ja. Nou dat bleek dus, dat werd dus echt die dag, hè, er was Oranje Woude een onderzoek gedaan, 2 weken daarvoor, voordat wij bij elkaar waren, was er een conclusie getrokken dat het onveilig was en dat het niet meer kon. Binnenkort gaat geloof ik de glijbaan en zo, dat gaat binnenkort ook dicht, vanwege de onveiligheid bijvoorbeeld. De zandfilter, die gaat het. Op termijn, 1 of 2 jaar, gaat hij het begeven. En dat is een hele dure operatie. Dan kun je nog wat wisselen met de zandstuven en zo. Dus we hebben gezegd van puur financieel, daar kijken we naar. En dan is de stamper de beste optie. Ja, de meest voordelige optie, maar ook de meest economische optie. Omdat je in het gebied van de stamper veel meer kunt. En dan kun je meer in het sportcomplex denken. Maar in de die argumenten, Marcus, die zijn natuurlijk niet nieuw. Die zijn natuurlijk ook door jullie in december 2016 ook naar voren gebracht. Nou, maar ook al natuurlijk in 2011 al door Itzinga toen die zei, we moeten het niet zien als zwembad, maar als geheel. Ja. En, dus uiteindelijk lijkt dat ook wel een beetje op wat de heer Oudendijk heeft gedaan. Alleen, Oudendijk, jij zegt nu net dat zijn reden was voor zijn ontslag. Dat weet ik dus niet, want ik heb ik las die brief nog even van hem en ik had het idee dat er meer was dan alleen maar dat zwembad. Maar goed, dat kan ik niet beoordelen. Dus, Oké. Okay. Zullen we het over... Ik wel. Ik kan het wel beoordelen. En ik denk dat het zwembad is een onderdeel geweest van. Maar de totale balans, de chemie, zei hij, om goed te kunnen functioneren en te blijven functioneren, dat ontbrak voor hem. En die zijn er voor zijn rekening, hè? Ja.
Ja. Jullie willen het niet meer over het zwembad hebben, zeggen jullie, de komende 20 jaar. En vanavond gaan we... Nou, dan komt nog een keer een voorstel. Ja, nee, oké. Okay, alleen zoals we nu invuld hebben, hebben gezegd, daar gaan we gewoon voor gaan. Dit moet eerst nog tot een besluit komen. En daarna zetten we nog een streep onder en dan gaan we 20 jaar lang minimaal met elkaar goed zwemmen. Nou ja, sport en beweging is misschien wel de belangrijkste conclusie die hierover in het akkoord staat. He, want we hebben natuurlijk niet voor niets de afgelopen periode in de Raad al een voorstel gedaan. He, dat sporten en beweging, die sportnota, die heeft de Raad aangenomen. Inclusief steun van ook het GBT over de sportnota aan zich. En daar hebben we voor geborduurd dat we zeggen, de vitaliteit van onze inwoners is belangrijk. En zwemmen is daar een hele goede katalysator in. En dat moeten we stimuleren. Ja. Dus onze USP voor Twenteland moet zijn dat we daar een bad hebben waar ook doelgroepen terecht kunnen. Waarin dat de hoofdprioriteit is in het overdekte zwembad. Sporten en beweren. Ja, oké. Genoeg over de zwembaden, denk ik. Ik had nog wel kunnen praten over het groot onderhoud en over de frictiekosten. Maar dat komt ongetwijfeld komt dat ter sprake in het debat over de zwembaden. En daar hoor je mij op dit moment niet over. Maar dat komt ongetwijfeld ter sprake. De koopzondagen was ook in dat deelakkoord een onderdeeltje van het verhaal. Vandaar dat ik hem er nu even uittrek. En daarna gaan we het echt hebben. En dan komen jullie aan het woord over het coalitieakkoord. De koopzondagen is een vrije kwestie geworden. Maar ja, ik vraag me dan altijd af, is dat wel een vrije kwestie? Is dat niet eigenlijk nu al duidelijk hoe de hazen lopen als er hetzelfde voorstel weer komt? Want, ik zal het proberen uit te leggen, het CDA zal tegen een motie, pilot, koopzondagen in Vroomshoop zijn. Mm-hmm. De SGP ook. De VVD, de PvdA, GroenLinks en de VVD, of zei ik dat al, de VVD? Ja, de PVV, ja. Die drie, die zullen waarschijnlijk voor stemmen. Of er niet tegen zijn, maar ja, dat komt op hetzelfde neer. De ChristenUnie heeft in het verkiezingsprogramma staan dat ze tegen de koopzondagen zijn. Ik heb dat gisteravond nog eventjes nagekeken en dat klopt. Hoewel de wethouder van de ChristenUnie daar iets genuanceerder in stond. Althans, dat heb ik toen de tijd eruit begrepen. Binnen de GBT hebben er twee personen tegengestemd. En ik las in de krant dat dat er vier waren. Nee, volgens mij waren het er twee. Dat zou er sprake van voor. Ja, nou ja, oké, maar dat twee. Kijk, en jullie weten zelf het beste hoe de hazen in jullie fractie lopen. Dus jullie hebben voor jezelf al lang dat rekensommetje gemaakt. Nee, dat is niet waar. Nou ja, het staat in jullie verkiezingsprogramma althans. Dus voor jullie is het geen vrije keus. Jullie zijn tegen de koopzondagen. Gerjan? Ja, toch? Ik ga mijn verkiezingsprogramma volgen. Ja. Maar het gaat hier over een coalitieakkoord. En het gaat erom, hoe vliegen we dat aan? In dit coalitieakkoord staat daar niets over in. Dat betekent heel wat anders. De coalitie zal niet vanuit het college met een voorstel komen. Nee, maar dat weet ik. Nee. Dus als we kijken van hoe hebben wij over de koopzondag gesproken, want ik hecht aan het uitleggen, ook aan de kijkers, hoe zoiets dan werkt. Het mechaniek is hier in het coalitieakkoord, hier staan dingen in die wij gaan in elkaar samen gaan organiseren. En dat is een pak met werk. Ik heb gisteren op Twitter ook gezegd, vanaf dag 1 moet er hard gewerkt worden om de dingen die we hier hebben afgesproken te realiseren. Dus veel ambitie, veel werk in. Koopzondag staat niet zo overeen. Nee. Wat ik wel besef is dat als er een voorstel naar de Raad komt, of dan wel uit de ondernemers, of dan anders, dan wordt er een vraag gesteld, ook aan mij persoonlijk, om daar politiek een oordeel over te geven. En dat zal ik dan ook doen. Ja. Wat de wethouder daarvan vindt, is irrelevant. Ja. Want zij wordt ervan vrijgesteld, dat zij hoeft geen voorstel te doen vanuit haar economische portefeuille. Ja. Nog vanuit haar collega's. Dus dat is de realiteit. Nee. En naar welbevinden zullen al die leden hoofdelijk gevraagd worden. Wat vind je daarvan? Ja. Nee, maar goed, ik ben een stapje verder gegaan. Ik heb eens gezegd, stel nou dat er zo'n voorstel weer komt. En de partij die dat toen naar voren heeft gebracht, misschien komt die wel weer met dezelfde motie. Dat zou zomaar kunnen. Ja, misschien omdat nu een andere fractievoorzitter is, vindt hij het persoonlijk anders zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. Nee, maar dat is allemaal mogelijk. Maar stel nou eens dat het komt, dan heb ik voor mezelf eens even zitten rekenen. En denk, nou, hoe zal dat dan eruit komen te zien? Ja. En ik denk dat jullie de uitslag wel weten. Maar goed.
Nou, we, nogmaals, in de onderhandeling hebben we gekeken van wat is verstandig voor dit college om tot overeenstemming te komen. Ja. Nou, en we weten van elkaar dat er ook in het GBT, maar ook bij ons, dat er op identiteit overeenkomsten zijn, maar dat die niet over de hele club gemeen zijn. Hè? Dus niet alle 12, dus dat weten we. En ik vind het van het GBT klasse dat ze dat op tafel hebben gelegd. Dat zeiden, het lijkt ons verstandig voor de identiteit van de persoon zelf, om daar een kwestie van te maken. Dat was dan ook geen discussie. Nee, ze maakten het ons daar in de onderhandeling dus ook niet moeilijk in, van dan moeten we onderhandelen. Dus daar waren we snel eens. Ja, nee. Maar dat begrijp ik ook wel. En even over, je zegt van wij weten hoe de vlag erbij hangt bij GBT. Nou, dat weet ik niet, want er komen nog 3 nieuwe mensen. Ik zou niet weten hoe die stemmen. Laat staan van die andere 9, ik weet er wel een aantal. Ja. Maar dat is nog van de oude Murk, laat ik maar even zeggen. Ja. Die wil ik sowieso. Maar ik heb nog niemand gevraagd hoe hangt de vlag erbij. Okay. Van sommigen gok ik het, maar dat zie je dan wel. En ik ga geen mensen overtuigen. Ze moeten straks zelf naar... Dat is ook heel duidelijk. Dat hebben jullie, daarvan hebben jullie het een vrije kwestie laten zijn. En dat respecteren, dat moet je ook gewoon, iedereen moet dat respecteren. Ja. Alleen ik heb alleen maar voor mezelf eens even gezegd, hoe zou dat nou zijn gang gaan? En daar heb ik wel een mening over. En, goed, mijn laatste vraag. Voordat ik jullie het woord geef, om, en dat moeten jullie maar uitzoeken, welk onderdeel wie voor zijn rekening neemt van het coalitieakkoord. En ik ga dan proberen om jullie niet te interrumperen, maar jullie gewoon het hele akkoord uit te laten leggen. En daarna heb ik er waarschijnlijk nog wel een paar vragen over, maar dat zien we dan wel gezien de tijd, houden we dat, houd ik daar een voorbehoud voor. Waarom, mijn laatste vraag, waarom is het voor... voor de afsluiting, mijn laatste vraag, dus niet de laatste vraag van deze uitzending. Mijn laatste vraag, voordat ik jullie het woord geef. Waarom is het een coalitieakkoord geworden en bijvoorbeeld geen raadsakkoord? Nou, dat is even over onderhandelingen, zei je net aan het begin, dat we helemaal niet onderhandeld hebben. Daar wil ik nog even wat over zeggen. Dat zei je wel. Nee, ja, ik zei gisteren, het voelde niet als een coalitieonderhandeling. Nee. Omdat wij hebben geen onderwerpen uitgeruild van en wij willen dit en dan gaan we dit tegenover. Dat heb ik daarmee aan willen geven. Het voelde altijd dat het vanzelf ging, hebben volgens mij ook nog gezegd. Dus dat even over onderhandelingen. Er is een advies uitgekomen van informateur Bouwmans. En die hebben wij helemaal gevolgd. Kijk, zo'n man stel je aan. Hè? Waarom doe je dat als GBT in aanvang? Je moet als je in de politiek moet je professioneel zijn. Emoties en wat er in het verleden is gebeurd, dat telt niet, want je gaat weer verder. En dat wordt, de inwoner vraagt dat ook van je. Op een gegeven moment heb je een verkiezingsuitslag en dan ga je mee aan het werk. En toen hebben we gezegd van, wij gaan het niet zelf doen, we gaan gewoon weer een informateur vragen van buitenaf, met een frisse kijker tegenaan, nou, met een aantal vragen en dan komt daar een verhaal uit. Dat verhaal hebben we gevolgd en in zijn verhaal staat onder andere, los van dat hij het advies gaf om met ChristenUnie eerst in gesprek te gaan. Nou, dat is allemaal gebeurd. De afloop die kennen we inmiddels. Hij heeft ook aangegeven van, dat een raadsprogramma achter hij eigenlijk niet haalbaar. De verschillen die waren te groot. Ja. En nou ja, goed, wij gaan niet bij die meneer Bouwmans vragen. Nou, en wat was dat dan allemaal? Want dat is niet aan ons. Ik heb ze wel, als ik even mag interrumperen, Marcus. Ik heb de mensen die ik aan tafel heb gehad, de partijen, de fractievoorzitters, gevraagd, allemaal... Van, en dan zeggen ze, ja, wij hebben dat niet verteld. Wij wilden graag een raadsakkoord. Ja. Dus dat staat een beetje op gespannen voet. Ik begrijp het niet. Ik denk dat het niet op gespannen voet staat. Want de informateur heeft op voorhand gevraagd aan alle partijen om op papier aan hem aan te reiken wat daarin zou moeten staan. En ik heb van hem, dat heb ik hem gevraagd toen ik het hem overhandelde. En hij heeft aangegeven dat hij zich baseert op de input die partijen geven. Dus ik ga ervan uit. Dat heb ik niet nagevraagd. Dat elke partij een lijstje heeft ingediend. En dat heeft hij op elkaar gelegd. En gekeken van wat passen daar onderwerpen überhaupt op elkaar. En de conclusie daarvan. Daar zou je een interview met hem moeten doen, Chris. Ik concludeer eruit dat iedereen zijn huiswerk heeft gedaan. En dat hij dat door de 7 heeft gehaald. Zegt, er zit er geen onderdeel van het raadsprogramma in. Of onvoldoende. Om het programma te noemen. Ja. Ja. De reden dat wij een debat hebben. Dat is de reden voor ons geweest om een debat te hebben. Daar hebben we het wel kort over gehad, is om de partijen allemaal wel de gelegenheid te geven om een motie in te dienen op dit coalitieprogramma. We zeggen niet, dit is het en wij gaan aan de slag en kijk er nog een keer naar. Wij geven ze de gelegenheid om input te leveren aan dit coalitieprogramma. Ja.
Het is aan ons om te kijken, wat kunnen we daarmee doen? Ja, dat gaat 5 juni gebeuren, geloof ik. Dat gaat 5 juni gebeuren. Dat is ook om die conclusie aan de andere kant weer een handreiking te geven. Ja. Ik denk dat dat heel verstandig is. Ook om te voorkomen dat ze denken, ja, er wordt wel gevraagd. Die man die concludeerde en dan kan ik nog niet wat. Nee. Ik denk dat dat heel goed is om als raad zo te functioneren. Zeker. Zeker. Het is geen fait accompli, zeg maar. Nee. Dit is het. De partijen krijgen de gelegenheid. En ik ben ook heel benieuwd hoe jullie met de voorstellen omgaan. Want jullie hebben wel een verwachting gewekt. Zeker. Zeker. Dus om de andere partijen erbij te betrekken. Dus ja, ik ben daar benieuwd naar. Als CDA met zwembad Noord komt, dan kunnen we dat niet meer waarmaken. Maar over zwembaden zouden we het niet meer hebben. ik geef jullie graag het woord, heren. En zoek maar uit wie welk onderdeel voor zijn rekening neemt. We hebben wat meer tijd dan in de persconferentie gisteren. Ja. Dus het woord is aan jullie. Nou, dit hebben we niet op deze manier voorbereid, Chris. Dus, ik heb het wel gemaild zo. Wij doen het als volgt. Marcus die begint en we maken het interactief en ik vooraan. Oké. Okay. Ja? Ja, jullie feestje. Ja. Nou goed, waar we over gesproken hebben is... kijk, jij haalt net even aan van om de andere partijen ook de mogelijkheid te geven. Nou, de bedoeling is natuurlijk dat wel te doen. Want het gevaar bestaat wel dat je hè, ik heb het ook al volgens mij tegen de journalist gezegd, dat je dingen erdoor kunt drukken. Nou, daar zijn wij niet van. Alleen het is wel zo, we hebben in het coalitieakkoord wel afspraken gemaakt en daar gaan wij gewoon voor. Hè, en dat verdedigen we ook en dan gaan we op een, sommige heel veel dingen zijn we ook niet in detail getreden omdat het uiteindelijk aan het college is. Hè, en zij moeten maar dan met de voorstellen komen en dan op een gegeven moment dan merken wij wel... of het is bedoeld zoals we het echt hebben bedoeld. Want op detail kan het natuurlijk anders zijn. Wat we zeker belangrijk vonden was de bestuurstijl waar we het over gehad hebben. En de bestuurstijl, dat gaat erom van ja, hoe ga je met elkaar om. En wat een belangrijke positie daarin is ook de communicatie. En de manier waarop je naar de media toe treedt, hoe je de inwoners inlicht. En nou, wat we nu dus al heel regelmatig hebben laten zien, is de communicatie naar buiten toe. Ik heb nog niet eerder meegemaakt, in Twente al niet, dat er al, terwijl de coalitieonderhandeling nog liep, gewoon al een deelakkoord naar buiten werd gebracht. Dat al de wethouders bekend werden gemaakt, de kandidaat-wethouders. Normaal moest je gewoon wachten tot het coalitieakkoord. En dan ging iedereen over dat hele coalitieakkoord, kon je als het ware losgaan. Nu weet je gewoon al een aantal onderwerpen al heel duidelijk hoe wij erin staan. En daar kunnen mensen intussen even over nadenken, over praten, mening vormen. En wij vonden ook dat daar duidelijkheid geboren moest worden richting onze inwoners. Niet alleen richting de andere fracties, maar ook richting de inwoners van en zo gaan we het doen. Dus die open stijl, dat willen wij ook doorvoeren. We hebben daarom ook de portefeuille media en communicatie zit nu ook niet bij de burgemeester, maar dat zit bij een wethouder. En wij hebben daar echt hele andere ideeën over zoals het tot nu toe gaat. Bijvoorbeeld gemeentecontact moet zeggen dat gaat aanbesteed worden. Dat wil niet zeggen dat we dan bij diegene weggaan die het nu doet. Maar we vragen wat anders en willen kijken of dat geleverd kan worden. En dan kunnen wel meerdere partijen natuurlijk daarop inschrijven. We vinden dat gemeentecontact een beetje achterhaald is. Dat kan anders. En we hebben ook in de raad vorig jaar al besloten dat een begroting bijvoorbeeld op een simpele manier voor de burgers gepresenteerd moet worden. En dan willen we wel een beetje in eigen hand hebben van, en hoe bedoelen wij dat dan? Want als je dan steeds met een schakel ertussen zit, en ambtenaren en burgemeester weer terug, is dat dit wat je bedoelt? Nou, wij hebben daar gewoon wel duidelijk ideeën over, ook met elkaar, hoe we dat dan gaan doen. We willen gewoon meer het vertellende verhaal uitleggen aan de mensen. En we willen het ook simpel proberen te houden. Daar gaan we echt op toezien. Dit coalitieakkoord gaat ook naar het taalpunt. En wordt ook dus er komt ook een versie die gewoon leesbaar voor iedereen is. Voor laaggeletterden hebben we ook afgesproken. Dus een aantal weken zal er dan ook een exemplaar bij de bibliotheek en zo liggen. Zodat ook iedereen die deze taal wat moeilijk vindt. We hebben het al heel erg simpel proberen te houden. Mooi met foto's die ingezonden zijn aangevuld. Nou, het ziet er, maar dat heb ik al gezegd. Het ziet er op zichzelf, los van de inhoud. Heel goed uit. Ja. En die relatie met die inwoners, hè, dat heeft ook met die bestuurstijl te maken. Daarom komen we ook met die kenwethouders bijvoorbeeld. Dat willen wij gewoon verbeteren. Hè. We zijn er voor hun. En je hebt gewoon het gevoel bij de mensen, en ook als je spreekt, dat een beetje dat de vertrouwen weg is. En dat ligt niet alleen aan de gemeenteraad, het heeft ook met landelijke politiek te maken. Mensen die halen soms ook er alles bij, wat niet helemaal des gemeenteraad is.
Maar we hebben wel gezegd van bijvoorbeeld de kernbudgetten werd ingebracht vanuit de ChristenUnie. Van nou, er komt een bepaald bedrag en dan gaan we op die manier financieren. Dat wordt later wel bekend. Maar mensen uitdagen om met ideeën te komen. Van, en hoe zie je dat dan voor jouw kern? En misschien kan zo'n een bedrag uit zo'n kernbudget wel een aankeiler, een aanjager zijn voor iets anders. Een katalysator. Ja, en dus meer ook uitdagen naar de inwoners toe van, je wilt wat meer te zeggen hebben over je buurt. Kom maar met een idee en zeg het dan maar en ga met ons in gesprek. Eigenlijk draaien we het om, wij gaan met hun in gesprek. En daarom gaan we die wethouders ook gewoon, die zijn wat ons betreft allemaal gewoon fulltime. Want een wethouder ben je gewoon 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En we hebben ook gezegd, jullie gaan gewoon iedere keer weer naar die burger toe. En niet gemeentehuis ontvangen, zoveel mogelijk wat kan, er naartoe, erop af. En dat is eigenlijk een van de onderdelen van de inwonersparticipatie, noem het maar even. Het zijn allemaal een beetje van die containerbegrippen. We hebben natuurlijk over de zorg gehad. Er is een rapport uitgebracht van GBT, er zijn een aantal aanbevelingen uitgekomen. Dat zit binnenkort ook in een raadsdebat, geloof ik. Die aanbevelingen worden overgenomen, maar we hebben bijvoorbeeld gezegd van, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat dat even nog geëvalueerd wordt. Want de beleving, maar we hebben ook wel weer een gesprek gehad met de ambtenaren over, hoe vatten jullie dat op? Ja. Heb je toch wel weer het idee van, volgens mij denken de inwoners er toch nog ietsje anders over. Wij willen toch wel een soort van evaluatie van, wat missen de mensen eigenlijk? Wat vinden de mensen wat anders moet? Niet alleen maar, ik moet de zorgminuten bij hebben en zo, maar het gaat ook om de manier waarop het gebracht is. De manier waarop het verteld is en mensen voelen zich niet gehoord. En een aantal dingen waar we bijvoorbeeld gezegd hebben, dus meelevert een organisatie gratis cliëntondersteuning. Dat is pas in toen het besluit al is gevallen over hoeveel zorgminuten je krijgt van de thuishulp, is pas bepaald, je hebt nog een gratis ondersteuning. Maar die kan je dan alleen nog een ondersteuning bieden naar een zienswijze. Dus dat moet eerder in het traject hebben bijvoorbeeld afgesproken, dat soort dingetjes. Is er een gesprek, altijd een mantelzorger, en dat kan zijn je partner, dochter, buurvrouw, altijd bij aanwezig, want je hebt te maken met een kwetsbare persoon. Dat soort dingen, die gaan wij straks in het beleid van de huishoudelijke ondersteuning, want dat is een beleid, daar gaan wij toch toevoegen. Om het in ieder geval dat soort dingen te voorkomen, dat er misverstanden zijn. Maar er zijn heel veel misverstanden, want je kunt het beter zo'n cliëntondersteuning op papier vastleggen dan de consulenten die naar de inwoners gaan. Want nu blijkt het dat de ene consulent het wel heeft verteld. Want het zijn natuurlijk niet één en dezelfde persoon, het zijn verschillende mensen. De ene heeft het wel verteld aan degene die hulpbehoevend zijn en de andere niet. En dan is het weer van, mij is het wel verteld. Maar mij niet. En dat is niet goed, dus dan kun je het beter gewoon vastleggen. En dan kunnen mensen het ook lezen. En de brief moet veel simpeler. Het was heel moeilijk voor mensen. Er stond niet eens een datum in wanneer je bezwaar in kon dienen. Allemaal dat soort dingen. Dus dat moet er allemaal uit. Ik noem een aantal dingen. Ik ga even aan de water. Gerrie-Jan is misschien ook wel leuk. Wat wel interessant is, denk ik, voor de luisteraars, dat Marcus al aantipt. Kernbudgetten. Hij zegt, dat komt eigenlijk uit de koker van de ChristenUnie. Je zou verwachten dat een punt zou zijn waar gemeentebelangen ook hard voor gestreden heeft. We hebben daar, en dat wil ik maar aangeven, hoe gaan die onderhandelingen dan? We hebben heel goed gekeken van waar liggen mogelijkheden te verbeteren. We hebben ook gezegd in de afgelopen coalitie zijn er best wel punten geweest waar we kritisch en goed geluisterd hebben waar de oppositie mee kwam. Een van de dingen die wij hebben willen doen is als ChristenUnie de verbinding maken tussen het geluid vanuit de oppositie en de bestuurslaag die we op dat moment bedienen. En dat betekent in een nieuwe situatie dat je eigenlijk ook veranderingen, en dat is ook de verandering die wij zien, verandering kunt leggen waarin je het geluid waarin je aan de voorkant bij de burger ophaalt wat ze allemaal graag willen, dat je die moet stimuleren. Dus een beetje, misschien ook wel een beetje aanjagen van goede ideeën. En waar het geluid kwam, een ambtenaar moet een houding hebben van ik zal kijken hoe. En niet van nee, het kan niet. Nee. En door die stimulans zeg maar wat anders in te kleuren, geef je dus inwoners ook de kans om op die manier te participeren. En de GBT vond dat een heel goed idee. En we hebben wel gezegd van dat willen we eigenlijk wel koppelen aan kernwethouders. Want dat zou een hele mooie nieuwe balans zijn. En dat is een echte verandering, ook nieuw beleid. Die aan de sfeerkant, aan de buitenkant, een hele mooie katalysator kan zijn. Waar je echt geen nieuwe frantjes om aan hoeft te hangen. Je moet het op een andere manier aanpakken. Het hoeft geen nieuw geld te kosten, maar het is wel een manier van aanpakken. Dus we hebben echt heel erg gekeken hoe kunnen we nou dingen harmoniseren, innoveren, die voor de burger beter zijn. Maar helemaal nieuw is dat natuurlijk niet. Het is in nooit van gekomen. Nee, maar in Twenteland is dat wel nieuw. Ja, nu is het nieuw, maar ik bedoel, we hebben er al
veel langer over gesproken. Zeker. Dat een ambtenaar moet zeggen, hoe kan ik u helpen? En niet zeggen, het kan niet. In de zakencoalitie hebben we dat ook al opgeschreven. Maar toen, en dan heb ik ook helaas dat met deden over moeten aanzien, op het moment dat je het opschrijft en zegt, u moet met de fiets meer het dorp. Wil dat niet zeggen dat een wethouder dat een ambtenaar ook doet. Dus de intenties die waren er destijds ook al wel. Maar we hebben dat nu wat stevig verankerd met een doelopdracht. Ja. En op het moment dat je iemand een doel geeft van je bent verantwoordelijk voor die kern. Dat wil niet zeggen dat hij alle ambtelijke vraagstukken beantwoordt. Maar het is wel de gevoelsmatig de ogen en oren van die kern. En ik denk dat het heel positief is. En je moet ook eerlijk zijn, werkt het niet, gelukkig de coalitie. Dan moet je ook zo stoer zijn om te zeggen, hè, dan moet ook lef tonen, een van de bestuurstijlen. Nou, dan moeten we het van een andere kant bekijken. Nou, dat is wel een onderdeel wat belangrijk is. Inwonersparticipatie aan zich, hè, hebben wij echt wel een punt van gemaakt en een hoofdstuk van gemaakt. Omdat we ook zien dat de tijden veranderen. Mensen communiceren makkelijker. Hebben daar ook een mening over. Dus we maken op tal van plekken maken we ook digitale klankborden. Hè. De e-spraak voor de burgemeester. De e-spraak voor de overlast van hondenpoep. Zodat burgers leren op een andere manier te communiceren en hun mening te formuleren via een inspraak en dat die ook goed bij de of bij de gemeente terechtkomt en niet via Twitter van mijn account en Marcus' account en misschien de media. En dat daar dan het moet komen waar we het beleid maken en dat doen we echt bij de gemeente. Ik denk dat het een hele goede manier is om dat te doen. De WhatsApp buurpreventiegroepen, een van de punten waar wij zeer positief tegenover staan, waar het uit het GBT-lijstje kwam. Waarvan ze zeggen, joh, moet luisteren, als de gemeente daarin kan faciliteren, uniformiseren, een format kan neerleggen, zodat mensen dat makkelijk kunnen organiseren. Dat is een rol van de gemeente. Dat gaan we gewoon voor elkaar maken en mensen dat naar zich toe kunnen halen en er niet een eigen organisatie voor moeten maken. Kost dat veel geld? Nee. Kost dat organisatie? Nee. Ja. Heeft dat voor de burger zin? Jazeker. Nou, dat zijn dingen die wij heel nadrukkelijk ook in dit akkoord hebben willen verankeren. Eigenlijk continu willen verbeteren, wat misschien al was, maar dat beter maken. Burger heeft uiteindelijk het meest belang bij een organisatie, een gemeente, die hem faciliteert en die hem dient. En die niet een autonome situatie creëert waarin de gemeente zegt, ik weet wel wat goed voor u is. En daar hebben we de afgelopen jaren denk ik vaak genoeg ook met elkaar over gesproken. En we hebben nu de kans, ook mee te doen met de GBT, om daar een nieuwe wind te laten waaien. Moeten die ambtenaren nu in plaats van vooruit achteruit door de gemeentehuis lopen? Nee, dat zeggen wij niet. En dat vinden we ook niet nodig. Er zijn hele goede kwaliteiten en die zullen ze echt, daar hoeven ze ook niet bang voor te zijn, die zullen ze ook echt moeten blijven inzetten. Ze hebben expertise die wij aan de voorkant niet in beleid kunnen verankeren. Moeten we ook niet doen. Maar er zijn wel dingen die naar buiten toe anders kunnen en die hebben we samen ingezien. En dat zit heel mooi in dit akkoord. Ja. Dat die bijeenkomsten die we hebben, die beeldvormende bijeenkomsten waarin bepaalde zaken van tevoren waar je een beetje mening over kunt vormen, waar een soort presentatie wordt gehouden van iets wat in hun kern speelt. Of bij een ondernemer speelt, we hebben gezegd, waarom gaan we nu in dat gemeentehuis zitten? Het is niet het raadsdebat of de raadsvergadering, maar dat moet allemaal weer vastgelegd worden, dus dat is allemaal wat onhandiger. Laten we dat soort bijeenkomsten zoveel mogelijk gewoon op locatie doen. Ja. Ga daar zitten en dan kan soms best wel eens een keer, als je ergens anders niet, dan kom je in een café uit. Nou, de mensen zijn gewoon, ze kunnen naar binnen lopen, moet op een heel ontspannen manier gaan. En zo treffen ze je ook weer. En ook dat is niet helemaal nieuw. Hè? Dat hebben we ook in het verleden. Maar het gebeurt niet. Nee. En nu willen we het gewoon doen. En het gaat niet alleen, hè, op die, als je in die bijeenkomsten komt, gaat het niet alleen om dat onderwerp. Je blijft naar die tijd even praten, want daar gebeurt het. En dan komen ze even bij en dan zeggen ze, hey Gerrian, kun je eens even. En zo gaat dat. In campagnetijd lukt het ons altijd prima. Ja. En daarna is het eventjes weer zoeken en dan blijf je weer in het gemeentehuis. Okay. Maar wat ook een ding in de eerspraak, dat wil ik wel noemen, want dat vinden we echt wel de toegankelijkheid van de gemeente gaat ook over van hoe goed zijn we bereikbaar voor minder valide. Daar hebben we veel over gehoord de afgelopen periode. Ook daarvoor hebben we gezegd, wie weet nu beter hoe de toegankelijkheid geregeld moet worden dan de mensen die minder valide zijn. Of met een rollator lopen, of rolstoel, of anderszins. Ook daar stellen we een e-spraak voor open. Hè, zodat we ook die doelgroep niet via een WMO-loket of via het zorgloket. Nee, heel direct. Jullie kunnen daar aangeven, dat stoepje, daar heb ik een probleem mee. Zodat we daar ook beleidsmatige aanpassingen kunnen doen. Dus die was ik net nog vergeten, maar ik vind dat een hele belangrijke. Omdat ook minder valide in onze samenleving de kans moet hebben maximaal mee te praten over dingen waar ze ook hinder van hebben. Dat wordt wel eens vergeten. Staat onder openbare ruimte in het coalitieakkoord. Ik dacht dat jij jeugd maar eens deed, of niet? Jeugd? Nee, daar ben ik niet bij geweest trouwens. Dus dat is het enige onderdeel, Chris, waar ik niet bij ben geweest. Daar moet ik Gerrian beter over vragen. En dat heeft uiteraard met mijn werkgever te maken. Dus daar ben ik buiten gebleven. Ik wou het eigenlijk wel hebben over het sociale domein. Het sociale domein is wel een
Een heel belangrijk punt. Kijk, als je stukken terugleest over het sociale domein. In 2012 werd bekend dat wat nu de participatie werd, de nieuwe WMO en de jeugdhulp zou naar de gemeente gaan. En eigenlijk is het best wel teleurstellend dat je nu 6 jaar verder bent en eigenlijk nog steeds geen beleid hebt in het preventieve veld, in het voorveld, waar het welzijn en de sport en die partners die zitten er allemaal. Biep en zo. Je kunt van allerlei echtscheidingsloketten noemen dan bijvoorbeeld nu. Ja, daar heb ik nog wel een vraagje over. Ja, maar dat komt dat vermoeden hadden we al. Maar, wij moeten nu iets aan de voorkant doen. Hè? Want nu, ik noem maar het voorbeeld, wat doktoren, huisartsen ons wel eens vertellen. Van ja, er komt een vrouw bij de dokter. En ze is op leeftijd, man verloren, half jaar geleden overleden. En ze zit dan maar in dat huis, ze komt niet, ze dreigt vereenzaamd te raken, ze heeft hoofdpijn, gezondheid lijkt niet goed, dus ik doe maar slaap slecht, slaaptabletje. Maar eigenlijk zegt die huisarts, maar dat is geen oplossing. Nee. Maar waar moet ik dan naartoe? En dan gaat het meteen toe naar de zwaardere zorg, wordt bijvoorbeeld maatschappelijk werk ingezet. En vaak willen die mensen dat helemaal niet. En dan gaat blijven ze maar weer thuis. Wat zeggen we nu? We moeten aan de voorkant, die huisarts, maar ook die andere partijen moeten naar dat loket waar jij net over had. Echtscheidingsloket? Nee, niet echtscheidingsloket. Het zorgloket? Dat is de WMO-loket, laat ik maar zeggen. Daar komen al heel veel mensen. Er komen 10.000 mensen in een jaar al. Dat is natuurlijk heel erg veel. Ik denk dat er wel iets dat extra aanloopt, maar meestal zijn het wel mensen die de weg al weten te vinden. En dan ga je zeggen, oké, maar wat is nu daadwerkelijk het probleem en dan ga je dat gewoon op, is het op financieel, is het op eenzaamheid, is het op leefbaar, nou, allemaal dat soort dingen, is het in je sociale contacten. Want je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die willen gewoon helemaal niet. Hè? Die vinden het goed als ze thuis zijn, een beetje televisie kijken, een tuinieren en een wandelingetje maken. Maar hier gaat het om de mensen die dat wel iets willen en niet meer loskomen en uit die situatie gehaald moeten worden. En daarvan zeggen wij, het gaat nu te snel naar de zorgpartijen en hulppartijen toe. Wat we eigenlijk moeten noemen, moeten ze wat van zeef, een filter, een trechter, hoe je het ook noemen wilt, plaatsen. Want er zijn zo ongelooflijk veel voorzieningen en activiteiten in Twenterand. Dat is echt gewoon niet normaal. Heel veel mensen weten dat niet. Nou, en die hebben dat allemaal in kaart, een soort sociale kaart noemen ze dat. Ja. En dan kunnen ze zeggen, nou, waar ligt uw interesse? Ik hoor dat uw interesse ligt bij Denksport. Er zijn hier 3 bridgeclubs in Twenterand. Nee. 2 heel fanatiek. Is dat niet wat voor u? Hè? Dat ligt er dichtbij. En dan gaan ze ook de eerste keer met een vrijwilliger ook mee, hè, om die drempel. En dan is het de bedoeling dat ze dus daar zich dan thuis voelt, goed voelt, in gesprek raakt. En dus elke week haar verhaal kwijt kan. Want het is natuurlijk een heel sociaal gebeuren. Net zoals je voetbalt met 65-plussers of zo, ik noem maar wat. Het gaat eigenlijk niet eens om het voetballen. Het gaat niet eens om het bridgen. Het gaat om het sociale contact. En dat is gewoon heel erg belangrijk. En dat moet eerst ingezet worden. Daar moeten we eerst gewoon naar kijken. Nu gaat het eigenlijk met linea recta, of eigenlijk te snel meteen naar de hulp toe. Ja, en als je daar zit, kom je daar de eerste 3 tot 5 jaar niet meer uit. Want die houden je vast en dan krijgt de gemeente de factuur. Ja, nee, maar dat duidelijk. Heren, eventjes een puntje van orde. Ja. Jullie zijn mooi bezig. Ja. We zijn op bladzij 10, geloof ik. We zijn al 4 jaar gehad. En, ja. We zijn al lang niet klaar. Hè? En we moeten nog even. Niet, die vragen die kan ik later wel stellen hoor. Maar als jullie. Stel ze ik wou ermee wachten tot jullie alles doorgenomen hebben. Maar hou even de vaart erin, want het is al bijna 8:50. Oké, nou, ik ben even aan het woord geweest. Dus Gerrie-Jan, als jij. Ik zal een aantal dingen zeggen bij elkaar clusteren. Mag. Hè? Als mag we, ja. Ik zal economie en bouwen, et cetera, is een belangrijk ding in het verhaal. Jeugd. Doe ik daarna eventjes. Oké. Belangrijk in dit akkoord is je naar de openbare ruimte kijken. Bouwen. Bouwen is een probleem. Waarom is dat een probleem? Omdat we eigenlijk niet voldoende harde plantcapaciteit hebben. Er liggen onderzoeken en er liggen behoeftes. We hebben in dit akkoord daar een aantal zaken voor opgeschreven. Zodat we zorgen dat we die omzetten naar harde plannen. We willen graag dat de jongerenhuisvesting, dat we daar stimuleringen in doen. Staat ook in ons beide verkiezingsprogramma's. Ook daar hadden we geen discussie over. Dat konden we zo opschrijven. Ja. Maar het is wel concreet wat we moeten uitvoeren. Dus daar gaan we hard mee aan het werk. Ook een onderdeel wat belangrijk is in die ruimte is de verpaupering. Ook voor ons beide, voor alle partijen in Twenterland en doorn in het oog. Dus ook daar gaan we hard op inzetten. Bewust opgenomen in het coalitieakkoord. Verkeer. We hebben een aantal zaken in het verkeer en verkeersknooppunten opgenoemd. Ja. Ze staan in het akkoord benoemd en ook in het persbericht. Er zijn een aantal behoorlijke knelpunten. De prioriteit van aanpak wordt door het college bepaald en door de raad
bekrachtigd. Ja. Dus dat college komt concreet met een voorstel aan de raad hoe ze dat zien. En dan gaan wij als raad daar een oordeel over geven of dat de juiste volgorde is enzovoort enzovoort. En of de andere partijen dat ook vinden. Nou, dat zijn een aantal dingen. We zetten beleid door aangaande de N36. He, dat staat ook keurig in het akkoord. Daar gaan we onverminderd mee door, omdat die lobby belangrijk is voor de economische participatie van Twenterand en onze kernen. Je merkt dat er, het werkt, hè, de lobby. Zeker. We zijn er nog lang niet. Maar daarom, maar het... daarom staat het hier ook. Ja. He, we hebben gezien dat dat belangrijk is, want ook dit akkoord komt in de provincie en dan komt op andere plekken terecht. En mijn Tweede Kamerfractie heeft straks dat akkoord ook. Ik heb een manifest ondertekend voor de gemeenten die aan de N36 liggen, om de woordvoerder daarmee op pad te sturen dat hij daar in de Kamer mee aan het werk moet. Dus dat staat hier niet voor niets. En de duurzaamheid, hè, er komt deze periode een zonneveld aan de Oosterweilanden in Twenteland. Dat moet een katalysator zijn voor het gebruik van duurzame zonne-energie. Voor alle inwoners, 3800 aansluitingen kunnen aan dat veld. Dat zijn er meer dan in Vriezenveen huizen zijn. Dat betekent dus dat we de roos moeten uitbreiden naar een boeket. Want het werkt met postcodegebieden, zodat mensen maximaal kunnen aansluiten op dat veld. En we hebben afgesproken inderdaad dat de gemeente daar een coöperatie van maakt. Ook belangrijk, omdat de gemeente op deze manier zeg maar geld kan verdienen met en voor de inwoners om andere dingen, de leefbaarheid en de basisvoorziening ook te betalen en een duurzaamheidsfonds te kunnen inrichten, waarmee we dus ook kunnen stimuleren dat huizen duurzaam geïsoleerd kunnen worden, dat die doelstellingen ook gemaakt kunnen worden. En ook de kloof tussen degenen die het wel en niet kunnen betalen. Zeer belangrijk om dat even te noemen inderdaad. Ja. Die is ook bijna vergeten, Marcus. Maar dat is inderdaad ook een aanjager, zodat onze gemeente maximaal in beweging komt. Nou, die zaken wil ik even bij elkaar clusteren. Zijn denk ik wel de grote lijn erin. Jeugd, je zou verwachten dat daar ook in de zienswijze van christenen in de GBT in de afgelopen periode, nou, dat we daarover moesten spreken, dat hebben we gedaan. Belangrijk is, en dat is de allerbelangrijkste conclusie van al die teksten die hier staat, het gaat niet om de organisatie die dingen uitvoert. We moeten een aantal dingen regelen in de zorg. En we hebben eigenlijk drie lagen. Dat is de voorkant, het vermaak. Twee, dat is de geleidende zorg. En de onderkant, dat is de jeugdzorg, jeugdwet. Dat zijn drie gradaties waarin spelers zo goed mogelijk voor onze kinderen, onze jeugd willen zorgen. En dat we daar naartoe moeten, één professionaliseringsslag, waarin die zwaardere gevallen georganiseerd worden via één loket, daar zijn we het van harte mee eens. En aan de voorkant het vermaak, dat we dat op verschillende terreinen kunnen doen, daar zien wij ook wel mogelijkheden voor om de huidige partijen een rol in te laten spelen. Dat is wat hier kort en goed staat. In de uitvoering zal de nieuwe wethouder Mark Paters hier echt een kluif van hebben om dat goed te organiseren. En daar, nou, ik zou zeggen, daar willen we zoveel mogelijk ook bij helpen, politiek bij helpen, om beleid daarin zo goed mogelijk weg te zetten. Ik denk dat ik in een aantal zinnen geprobeerd heb om een aantal hoofdstukken nu ook te pakken. Ja. Heb ik nog wat vergeten, Marcus? Nee, op dit gebied. Ja, ik vond de elektrificatie, die lobby van de spoorlijn, vind ik ook wel een belangrijke. Ik denk ook echt dat het een item wordt voor de provinciale statenverkiezingen die eraan zitten te komen. Ja. Het is, want we hebben het ook weer over duurzaamheid en over klimaat. En ja, kijk, je kunt van alles willen doen, zonnepanelen plaatsen en weet ik allemaal wat. Maar als je ziet hoeveel diesel er uitgestoten wordt door die trein die elke keer maar weer door Twenterand rijdt. Ja, dan is het allemaal voor niets. En, dus je moet ook op, dat is ook wat we hier zeggen. Je moet op verschillende fronten moet je de dingen aanpakken. Dat zou ook, dus verkeer, duurzaamheid, die kun je daaraan verbinden. Wat ik nog wel toevoegen is, we hebben ook, daar staat ook onder economie en vrije tijdsbesteding, is die, we hebben gekeken naar de cultuur, we hebben gekeken naar recreatie, toerisme, detailhandel, evenementen organiseren. Dat zijn allemaal hele belangrijke uithangborden, ambassadeurs van onze gemeente. Er zijn prachtige evenementen, binnenkort weer de Twenterand run, we hebben de triathlon, we hebben de tot de nek aan het drek en ga zo allemaal maar door. En de klacht is allemaal hetzelfde. Het is een woud aan regels. En het is, je wordt eigenlijk een beetje aan je lot overgelaten. Hier in pak papier red je ermee. Je moet een autokartprogramma hebben, wat gewoon lang iedereen niet heeft. Maar dat kost gewoon heel veel geld. Nee, daar hebben we het vorige uitzending hebben we het daar uitgebreid over gehad. En het doet me genoegen. En ik weet niet of die uitzending daartoe heeft bijgedragen. Maar het doet me genoegen dat jullie het evenementenbeleid op een andere manier willen gaan invullen. Nou, er is nu geen evenementenbeleid. Nee, nou ja, dus, maar dat was de uitzending waar CDA en VVD aan tafel zaten. Nee hoor, dat is de uitzending waar André Spit, Bas Winkel
En Herco... Maar toen hadden wij dit al opgeschreven. Ja, nee. Maar we hebben die uitzending ook nog even naar de ambtenaren doorgestuurd. Dus ze weten ook hoe de verenigingen erover denken. Winkel die had natuurlijk net plons af moeten zeggen. De avondvierdaagse in Den Ham moest worden afgeblazen omdat er geen autokartprogramma was. Dat is, kijk, je hebt ook daarin verschillen. Hè? Voor de C bijvoorbeeld, nek aan de trek is een C-evenement. Ja, daar gelden wat zwaardere. Daar heb je ook in de politie ook in op schouder. Maar daar ging het niet om. Maar een avondvierdaagse, jongens. Goed. En het simpeler proberen te maken. Waarom moet je echt, wettelijk, er zijn gemeenten die kijken gewoon wettelijk gezien, voldoen we eraan. Nou, dat is voor ons voldoende. En wij zijn eigenlijk een beetje de braafste jongetje van de klas, want we doen en dat hoeft niet altijd. Nee. Dus hou het gewoon praktisch. Haaksbergen heeft het natuurlijk wel moeilijker gemaakt. Jazeker. Goed. En nog niet meer klaar, hè? Nee. Zijn er nog zaken die jullie vanuit het coalitieakkoord nog specifiek willen benoemen of... zijn jullie eigenlijk van mening dat je in grote lijnen het meeste wel hebt met ons hebt gedeeld? Dat denk ik wel. Ik denk dat je financiën is natuurlijk een belangrijke paragraaf. En er zijn wel grote financiële opgaven nog steeds. En wij weten nog niet hoe die maat mee circulaire schone streep uitpakt. We hebben pas een raadsbrief gekregen dat ergens in de derde week juni er iets naar ons toe komt, maar precies weten we niet. Nee. En misschien in september circulaire verandert er ook nog weer wat. Dus dat is allemaal wat ongewis. Maar we hebben zelf... Een eenmalige uitkering volgt er wel. Ja, dat is een soort stroppenpot. Niet structureel, maar... Nee. Ja. Nou, de bedoeling is daar wel van, want dan heb ik contact gehad met de VNG als partij in het laatste kwartaal vorig jaar toen het bekend werd van... De bedoeling is wel dat daar wel op voortgeborduurd wordt. Ja. Het is niet zo van het is 2 jaar en er wordt ook gekeken van en hoe pakt dat nu uit? Ja. En dus dat is wel een goede zaak, dus misschien komt er een vervolg. Alleen we hebben wel gezegd, symbolisch met de camper naar Den Haag, wij moeten gewoon dat echt heel erg dicht bovenop zitten. En soms moet je misschien wel eens iets onorthodox doen, we zien het wel. We hebben zelf ook een aantal richtingen, richting het ambtelijk apparaat aangegeven hoe wij... reken dat eens uit. En wat brengt dat op? En misschien brengt het niks op. En het hoeft niet altijd in besparing te zitten. Het kan ook zitten in effectiviteit. Waardoor je een ambtenaar meer tijd krijgt om bepaalde dingen uit te voeren. Nou, de fondsenwerver is... Daar had ik nog een vraag over natuurlijk. Jij doet zelf ook iets in die branche. Je bent fondsenmakelaar. Ga je een concurrent in het leven roepen? Of is de fondsenwerver... is dat Marcus Elsinga? Nee, de fondsenwerver is, dat kan uiteraard niet. Vandaar mijn vraag. Ik bedoel, dat is een logische vraag. Dat is jouw gedeelte van jouw beroep. Dat klopt. Is dat? Ja. En in feite ga je de concurrent in huis halen. Ja, maar dat maakt me niet zoveel uit. Nee, dit is voor de gemeenschap van Zwemmen. Ja, dat antwoord had ik wel verwacht. Maar ik wil hem toch stellen. Nou ja, goed, ik zie steeds al die regelingen wekelijks voorbij komen waar we helemaal niets mee doen. En dat doet me echt... Al jaren irriteert mij dat. En dan zie ik een andere gemeente doet het dan weer wel. Want die grotere gemeenten zijn heel druk mee. En dan zeggen wij van laat die maar eens een keer gewoon doen. Ja. En dan beginnen ze met 1-2 jaar en eens kijken. Ja. En natuurlijk de hondenbelasting afgeschaft, Chris. Dat is mooi. En die 160.000 euro die dat minder opbrengt, dat zullen we wel zien. Nou, hoe jullie 160, daar gaan natuurlijk ook kosten af. Ja, oké. Uiteindelijk is 90 wat je op moet brengen, omdat de administratie niet meer bijgehouden wordt niet meer gecontroleerd en zo. Ik neem het zonder meer aan. Heren, is er nog iets over het coalitieakkoord wat jullie met ons willen delen? Of kan ik... afsluiten en zeggen van het is een vooruitstrevend akkoord. Ik moet zeggen, het heeft mij niet verrast zozeer. Omdat er wel heel veel zaken in staan die we wel eens eerder met elkaar besproken hebben. Maar, daar moet ik jullie toegeven, het is nooit van de grond gekomen. En ik wens jullie heel veel succes om het nu eindelijk... waar te maken. En jullie worden daarop beoordeeld. Niet door dit programma. Nee. Hoewel ik wel jullie kritisch zal blijven volgen. Maar wel positief kritisch. En we zullen er zeker nog in de toekomst wel over spreken. En voor Gerjan moet ik daar dan achteraan zetten. Deo Volente.
Ik ben niet van de SGP overigens hoor. Nee, maar dit was ook het woordje wat jouw partijgenoot Henk Veuring mij in bijna in elke mail mailde. Ja. Dus vandaar dat ik het even herhaal. En zo is het natuurlijk. Dat is een woord wat mensen niet kennen, dus dat is niet taalpuntproof. Dan moet je zeggen, zo de heren wil ermee leven. Dat begrijpen de mensen. Ja, ja, bij leven en welzijn. Bij leven en welzijn. Dat is eigenlijk... Je kunt op verschillende manieren doen als mensen vragen hoe gaat het met je. En dan zeg ik tot nu toe goed. Ja. Ik had nog heel veel vragen. Maar we zijn door de tijd. En ik ben blij dat jullie geweest zijn. En zo open en vrij over het coalitieakkoord hebben kunnen spreken. Ik heb al gezegd dat ik jullie daarbij heel veel succes wens. Ik dank de heren van de techniek. Marvin, Hendry, Pascal, Kevin en Rogier. Want zij hebben het technisch mogelijk gemaakt dat wij... 2 uur zendtijd hebben gemaakt achter elkaar. En ja, het zijn vrijwilligers en we mogen hun zeker een compliment geven. Zeker. Ze waren ook niet te beroerd toen ik zei van... mag het of kan het? Geen enkel probleem. Direct, volmondig ja. Dus dat compliment wil ik de heren geven. Ik wil nog gauw even de informatie vanuit de gemeente even delen. Er wordt gezocht naar een nieuw lid voor de adviesraad Sociaal Domein in Twenteraand. De installatie van de nieuwe wethouders is op 12 juni. Er is een waterpolo-toernooi en een zwemvierdaagse in Aquapark De Zandstuwe van zaterdag 2 juni. De zwemvierdaagse is van 4 tot 7 juni. Informatieavond in Engbertsdijk Venen. En de 5 juni, daar hebben we het al even over gehad, de buitengewone raadsvergadering over het coalitie. Nee, dat is de installatie van Jan Jonker. En het debat direct daarna met 2 onderwerpen die niet zo spannend zijn in mijn ogen. Maar het derde onderwerp is wel spannend, want dan geven jullie de kans aan de andere partijen om te reflecteren op het coalitieakkoord. Correct. En dat is nieuw. En of ze nog een interessant voorstel hebben. Ja, we zullen het afwachten. Misschien dat deze uitzending daaraan bijdraagt dat ze nu allemaal moties gaan maken, maar dat zullen we wel zien. Nou, ik weet niet. Ik ben blij dat jullie er waren. En ik vind het ook mooi dat de kijkers en de luisteraars de gelegenheid hebben gekregen om jullie verhaal achter het akkoord te horen. We hadden wel 2 uur over kunnen spreken. Dan had ik mijn vragen ook nog kunnen stellen. Van, makkelijk gelukt. Ja, dat had makkelijk gelukt. Maar goed, politiek is niet alles. En alles is niet politiek. Maar er valt altijd wel wat over te zeggen. De volgende uitzending is daarom 14 juni. En mijn gasten zijn dan Erik Kobus namens de VVV... en Jan Jonker, het nieuwe raadslid namens de SGP. In deze uitzending... laten wij u ook kennis maken met 2 nieuwe wethouders. Wethouder Mark Paters en Bert-Jan Harmsen. Dank voor het kijken en luisteren naar ons programma. Ik wens u een hele prettige avond. Ik hoop dat het Nederlands elftal het goed doet. En ik zie u graag 14 juni weer. Ik dank u wel voor uw aandacht. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door... Mobile Service Center Vriezenveen, DNNS Vroomshoop, Foto Konijnenberg en AS Paint.